met Pieters, die wisselt van flank. En Diallo, die voorbij zijn man is. Diallo gaat meteen trappen en dat was een goede poging. Die verliest de bal opnieuw aan De Gijnt. Haalt de achterlijn en dan moet er een schot volgen, maar dat komt niet. Nu misschien De Kerf. Ja, dat scheelt niet zo heel veel, een meter of twee naast het doel. Goed gedaan op zich van De Kerf. Maar een metertje of twee naast de kooi van Goblet. Hier nog eens kijken. Het is een afvallende bal. Crossbal van Rafelgem. En dat pakt goed uit. Kan hier schot volgen. Dat kan. En goede redding opnieuw van Van der Perre. Nog niet gedaan. Die bal komt opnieuw voor doel. En daar is opnieuw Van der Perre. Afvallende bal. Die gaat verloren. We kennen hem natuurlijk van die bekerwedstrijden. Die knokken. Terwijl daar een fout gebeurt en er een doelpunt is. Wat een rommelige fase bij Knokke. Terwijl niemand het verwacht, is het Prudhomme die daar gewoon in de fout gaat. En dan zo heel gemakkelijk een doelpunt weggeeft aan Ninove. Goblet die stond aan de grond genageld. Hoe lullig voor Knokke. Nog eens kijken van Rafelgem en dan Prudhomme die bal veel te kort terugtikt. En dan is het Meert die ertussen zit. En goed afwerkt hoor. Van buiten de 16 nog. 5 minuten nog. Daar lijkt ook niet heel veel te gaan bijkomen straks. Want de partij heeft niet echt vaak stilgelegen. Diepe bal op Mbie. Man in zijn rug. Kan hij daar voorbij? Dat kan hij. Voorzet. Mbie. En dan schot nog van Ngongo. Maar opnieuw goed afgeblokt. Pieters. En Ngongo. Veel volk van Ninove daar op die rechterflank. Prudhomme gaat trappen. Prudhomme. Maar die bal hobbelt naast. Was wel een harde knal. Dat wel. Maar niet gecadreerd. Die ruimte nu voor Brachet. Zoekt meteen iemand voorin. En net niet Prudhomme. De bal scheert zijn kruin. Maar hij kon niet goed genoeg bij die bal. Kon er al zeker geen kracht op zetten. Goeie voorzet dit opnieuw. Maar vindt Braam niet. Nog niet gedaan. Ngongo achteruit tot bij Brachet. Die gooit hem nog wel eens. Tweede paal nu. En een kopbal. Maar te weinig kracht op die bal. En een makkelijke prooi voor Van der Perre. Het was... Twee man in het centrum. Marien, kan hij zijn man voorbij? Dat doet hij. Marien moet nu voorzetten, dacht ik te zeggen. Maar hij trapt. En Goblet met de vuisten. Lufira Luebo toch een beetje laat. Brachet gaat over zijn man heen. Kopbal van Muhire. En Mataras, opnieuw Mataras die hem daar van de lijn haalt. Geweldige redding van de verdediger. Van der Perre was geklopt. En Mataras die daar toch de meubelen redt. Speelt een geweldige partij achterin. Nog eens kijken. Brachet die bal aan de tweede paal legt. En dan is het Muhire die kopt. En Mataras die zijn doelman bijstaat. En hier de 1-1 voorkomt. Op zijn eentje toch. Die bal moet voor doel komen. Daar is hij dan. En Braam wordt daar neergehaald. En Van der Perre kan oprapen. En dan zal het wel over zijn zeker. Meer dan 93 minuten gespeeld. Van der Perre schiet hem naar voren. En daar klinkt het laatste fluitsignaal. Vreugde hier langs de kant van het veld op de tribune. Want Ninove, de promovendus, heeft drie punten te pakken.